Zo. We doen met z'n drieën vast aan. Oh, een beetje. Ja. Van naïeve idealisten tot geharde terroristen. Ja. Edwin, dank. Dank. Mooi boek geworden. Het is een, er staan ongelooflijk indrukwekkende verhalen in over individuele jongeren. Maar ik constateer wel dat een aantal van de aanbevelingen die jullie doen, dat we dat eigenlijk al jaren doen. We zitten heel sterk op het maatwerk, we zitten niet op de roerkoers, we zitten niet op de islam als generieke factor, maar wel als enabler. We hebben het over een soort geïnspireerdheid die jongeren zoeken, die niet eenduidig kan worden verklaard. En daar is ons hele beleid op gebaseerd. Dus in die zin vind ik dit boek ook een geweldige ondersteuning van wat de partners in de terrorismebestrijding. Ook veel wijkagenten, ja. Ja, mensen die met die materie werken, zich hopelijk ook in herkennen. En inderdaad die individuele aanpak ook goed beseffen dat je maatwerk moet leveren, dat overal helder is. Het staat mooi in het Nationale Actieplan. Ja. Maar dat moet uitgerold worden op heel veel plekken. In de gemeente als Den Haag, we hebben donders goed wat er speelt. Ja. Maar dit speelt natuurlijk op meerdere gemeenten, ook een kleinere gemeente, ook een gemeente waar men veel minder ervaring heeft. Ja. En daar gaat dit gewoon een ontzettend belangrijke rol spelen. En ik moet zeggen, wat ik tot nu toe ook in de media heb gezien, wordt dat er ook mooi uitgelicht. De individuele verhalen, de individuele context van jongeren, die om welke reden dan ook een enorme dwaling maken, laat ik het dan maar zomaar even zeggen. En er gebeurt iets in het hoofd van die jongens en meisjes. Ja.